Wij zijn heel blij dat Sinterklaas weer in Nederland is. Nu werkt hij dit jaar vanuit huis. Maar we hebben gehoord dat hij met onze burgemeester in gesprek gaat en zich daarvoor wel eerst moet laten testen. Er is hier een teststraat en wie weet komt hij hier naartoe. Wij gaan kijken. Goeiedag allemaal, zeg, wat leuk. Hallo? Daar is mevrouw Caroline ook weer. Zo. Op Sinterklaas. Ja, ik moet eventjes naar de, coronateststraat. Hè. Ja. Nou, Sinterklaas, daar gaan we. Nou, dan gaan we de teststraat in, zeg. Zo, goeiedag. Ja, Sinterklaas heeft een afspraak. Sinterklaas heeft een afspraak voor de coronateststraat, ja, ja. Oh, ja. Die kant op, oké. Okay. Doe het raam omhoog. Nou, waar moeten we heen, Sinterklaas? Nou, we moeten hier zo heen. Kijk. Ja, daar moeten we heen. Raam dicht laten en raam in de auto blijven. Oh, in de auto blijven, ja. We moeten in de auto blijven, Sinterklaas. Ja, goed zo. Wel een beetje eng, hè, zeg. Oeh, het is krap, hoor, hier, Sinterklaas. Ja, het is wel eens krap, hè. Ja. Kijk u eens. Volgens is voor het thuis, dan kan u de uitslag online terugvinden. Oh, dat is heel mooi. Zo. Kijk iets omhoog. Zeggen goed A, beginnen we achter in de keel met een monster. Ah, A, 1, 2, 3. Hartstikke goed. Dat was uw keel. Stilzitten, ik snel voorbij. Ik blijf zijn heel zo moed. 3, 2, 1. Zeker een raar. Kijkt u eens. Een raar gevoel. Dat was hem alweer. Dan gaan we hem opsturen naar het lab. Dan hebben ze u binnen 48 uur uw uitslag. Binnen 48 uur? Ja, dat is misschien wel een beetje. Want we moeten natuurlijk wel door, hè. Ja, je hebt kans in wat rustiger dat je hem al sneller hebt. Sinterklaas, wat fijn dat u er weer bent. Nou, ik ben er ook erg blij mee, mevrouw Caroline, om u weer te zien. Ja. Maar hoe is het? U heeft net zo'n test gehad. Doet dat zeer? Nee hoor, het deed niet. Het kriebelde een beetje in mijn neus. Maar voor de rest had ik er eigenlijk geen problemen mee. Nou, het viel erg mee. En voelt u zich ook goed? Ik voel me prima. Ja, ik ben er helemaal klaar voor om de kindertjes ook in Schagen en omstreken weer te gaan zien. En te voorzien van mooie cadeautjes. Gaat wel anders dit jaar, maar dat gaat helemaal goed komen, ja, denk ik. Ja, dat gaat helemaal goed komen, ja. Oké, nou, ik wens u alvast een hele mooie tijd in Schagen. Dankjewel. Dat gaat zeker lukken. En een staf nog eventjes, hè, zo dadelijk. Eerst Piet er eventjes uit, ja. Goed zo, ja. Nou, daar zijn we dan. En dan worden we hier verwacht, volgens mij, ja. Slotschagen. Ja. Ja, Piet. Nee. Zo. Kom maar, Sinterklaas. Oh, kijk eens aan, zeg. Piet, heb je de bril mee? Staan ze al op te wachten, zeg. Oh, wat gezellig. Nou heb ik gehoord dat Sinterklaas in het slot van Schagen is. Dus niet in Mekkeren, niet in Schroothoop, niet in Kruischem, gewoon hier in Schagen. Dus ik ben heel benieuwd of ik hem ook echt ga zien. Hé, maar deze auto die herkennen we, die hebben we eerder gezien, hè? We gaan nu... Ik ga gewoon hier kijken. Ja, kom op, hier is hij. Ja, ik ga nou toch kijken. Jawel hoor, daar is hij, Sinterklaas. Goeiedag. Goedemiddag. Oh, kijk er nou, mevrouw Caroline. Ja, ik denk ik ga net zo lang zoeken tot ik u vind. Ja. En u bent er? Ja, ik ben er nog. Maar dat mag nog niemand weten natuurlijk. Hè. Nee, maar u heeft een afspraak met de burgemeester, toch? Ja, ik heb een afspraak met de burgemeester. Wat weet u toch alles? Ja, nee, maar dat is een beetje mijn nieuwsgierigheid. Ja, dat heb ik in de gaten gezegd. Ik dacht dat het helemaal veilig afgesproken was en... Ik heb niks gezegd, hoor, Sinterklaas. Nee. Maar Sinterklaas, één hele belangrijke vraag. Ja. Was de uitslag, was die wel negatief? De uitslag was gelukkig negatief, ja. Heel gelukkig. Ja, dus... ja, die coronatest. Coronatest. Ja, die was gelukkig negatief. Dus daarom kan ik ook rustig aan verder werken.
Voor de kindertjes in Schagen en omgeving. Ja, nou, fantastisch. Ik ben super blij dat u er bent. Ik ga nu kijken of de burgemeester inderdaad ook gaat komen. Zo, eens even kijken. Oh, gelukkig. Oh, dag mevrouw van Kampen. Wat leuk dat u dat eventjes langs kon komen. Want ik zit net te kijken in mijn boek over alle tekeningen die ik al heb gehad. Maar ik zie, u komt ook nog met... Er worden al heel veel tekeningen opgestuurd, hè. Kijk eens, Sinterklaas, allemaal tekeningen van kinderen uit Schagen, uit Petten, uit Callenzoog. Oh, eens even kijken of er een mooie... Kijk, ik kreeg vanmorgen nog een hele mooie zilveren envelop. Oh. En die is van Maxime. Moet u eens kijken mooi die is. Oh, dan ga ik eens even kijken. En Maxime, hoor. Die komt uit Tuitje Horen. Oh, Maxime komt uit... Ja, daar komen we ook natuurlijk, hè, Tuitje Horen. Ja, dat is vlak... Oh, nou, dat heeft hij schitterend getekend, zeg. Die mooie Sinterklaas... En het paard. Oh, moet je eens kijken? Piet. Nee. Oh, nee. Dat zie je duidelijk. Oh, nee, dit, dat is oh zo snel. Die heeft oh zo snel gekeken. En wat heeft hij geschreven? Voor Sinterklaas. Zie je dat? Mooi. Wat goed, hè? Oh, wat leuk, zeg. Al die tekeningen. Nou, ik ga ze straks allemaal bekijken. Ja, wat leuk. Van Fien. Ze heeft wat leuk, hè? Ook zo knap al, hè? Ja, wat een mooie tekening, hè, Sinterklaas. Zullen we ze zo dingen meenemen? Ja. Heel goed. Zo. Ja, ik ben erg blij mee. Ja, Sinterklaas, wat goed dat u hier bent. Maar ik heb begrepen dat u een coronatest moest doen. Ja, dat klopt, ja. Dat klopt. Niet dat ik ziek was, maar ik kom natuurlijk uit een gebied in Spanje. En dat is voor de Nederlandse overheid is dat een oranje gebied. En ja, dan ben je verplicht om ook de coronatest te ondergaan. Ja. En toen zei ze, Sinterklaas, ook u moet... Nou, ik zeg, dan moet ik dat maar doen. En toen ben ik naar de coronateststraat geweest. En daar hebben ze heel voorzichtig bij Sinterklaas een coronatest afgenomen. Dit is dus super. Oké. Ja. En weet u misschien ook al de uitslag dan? Ja. Dat is negatief. Want anders had ik u natuurlijk hier nooit mogen ontvangen, hè. Dan had ik moeten zeggen, nee, u moet wegblijven. Ja. Nee, maar nee, gelukkig kan ik nou gewoon mijn werk weer doen zoals Sinterklaas het graag doet. Dus u bent gewoon super gezond, net ik als alle jaren? Gelukkig supergezond. Al wat fijn. Want weet u, wij maakten ons wel een beetje zorgen. We wilden natuurlijk zo graag dat u kwam. En ik vind het zo fantastisch dat u ook in Schagen bent. Maar ja, ik weet dat het Pietenhuis heel ver weg staat. Pietenhuis staat heel ver weg, hè. Soesdijk, hè. Ja. En nou zitten we hier wel in een slot. Maar zijn nou hier dan al die cadeautjes voor de kinderen in Schagen verstopt of zo? Nou, dat is een hele... logistieke kwestie, hè. Dat is allemaal heel erg moeilijk om het allemaal bij elkaar te krijgen. Maar het komt allemaal goed. Oh ja? Het komt allemaal goed, want we hebben heel veel vrachtwagens rijden. 'S Nachts ook door het land heen, waar de cadeautjes allemaal naartoe gebracht kunnen worden. Oh, dus de kinderen van Schagen hoeven zich geen zorgen daarover te maken? Nee, hoor. Nee, ja. Zeker niet. Want eigenlijk ben ik wel heel erg blij dat ik u even spreek. Want de kinderen uit Schagen hebben ook echt wel vragen aan u. Oh. En... misschien zou u daar een oplossing voor kunnen bedenken. Wie weet. Ik ga het proberen. Ja, want kinderen willen graag een tekening maken. En als ze die nou insturen, zouden ze misschien een videocall, weet u wel, via een scherm met u kunnen spreken. Kan dat? Of heeft Sinterklaas dat niet? Ja, dat kan. Wat ik heb gehoord, is dat ze een prachtige tekenwedstrijd hier hebben. En een kleurwedstrijd. En degene die wint... die wordt dan gebeld door Sinterklaas. Nou, dat is helemaal fantastisch. Dus de kinderen mogen kleuren of tekenen. En als ze dat winnen, dan wordt er eentje uitgetrokken... en de winnaar mag met u in gesprek. Ja, nou, en dat is er niet eentje, hoor. Want we hebben natuurlijk wel leeftijdscategorieën. Ja, hè, want je kan niet een kindje van 2 vergelijken met iemand van 7 of 8. Hè, want die kunnen al zo fantastisch kleuren. Dat zag je net ook al, natuurlijk. Hè. Ja. Dat is dus in elke leeftijdscategorie... worden er 3 kindertjes gevraagd. En die worden getrokken. En daar gaat Sinterklaas dan mee bellen. Wat fantastisch. En mogen ze dan ook bijvoorbeeld een vraag aan Zwarte Piet of aan Piet stellen? Ja hoor. Ja. Ze mogen ook wel een vraag aan Piet stellen. Ja. Ja. Want de Pieten die zijn weer meegekomen. Maar zijn de Pieten allemaal wel gezond? De Pieten zijn tot op heden allemaal gezond. Ja hoor. Ja. Ze zijn allemaal gezond. Ze kunnen heel prima de daken op. Dus het komt allemaal goed. Oké, dus de Pieten zijn gezond. Sinterklaas is gezond. Ja. Nou,
eigenlijk zijn alle kinderen in Schagen al heel lang allemaal gezond. Dus gelukkig. Ik denk dat er geen problemen zijn. Nee hoor, dan zijn er geen problemen. Oké, nou dan ben ik heel blij dat ik u hier even mocht treffen in Slot Schagen. Want ik denk dat u het wel heel druk heeft. We hebben het wel heel druk, ja. Zeker niet. En mogen de kinderen nou ook vanavond schoentjes zetten, Sinterklaas? Of is dat te druk? Nee hoor, natuurlijk mag dat. Als Sinterklaas in het land is... Kijk, ik kan natuurlijk niet elke dag alle schoentjes vullen. Dat is onmogelijk. Maar laten we nou afspreken. Vanavond zet nou iedereen zijn schoen in Schagen en omstreken. En dan zorg ik ervoor dat hij gevuld wordt. Zullen we dat afspreken? Sinterklaas, u maakt mij zo blij. Want ik weet dat er wel heel veel kinderen in de hele gemeente Schagen blij zijn van deze boodschap. Nou, daar ben ik blij mee. Dank u wel voor uw komst. En ik wens u heel veel succes. Blijf gezond. Ja, dat gaan we zeker doen. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dank u wel, mevrouw Van Kampen. Dag, Sinterklaas. Zo, dan ga ik weer verder. Dag, Zwarte Piet. Zo. Dan ga ik weer eventjes verder met mijn boeken. Want ik was juist aan het kijken. Nou, ik had er al een paar. Hadden jullie al... Oh, kijk, die was ook zo leuk. Ja, inderdaad, ja. Oh, van Marion. En deze was van Pim. Ja, lieve Sinterklaas staat er nog op. Ja, wat leuk, hè. Oh. Wil je deze er ook nog in doen? Oh, die is ook prachtig, zeg. Zit, kijk, die is van Jari. Zie je dat? Oh, die is zo prachtig, hè. Ja.